dat was uiteindelijk een beetje het doel. Je wilde iets laten zien wat gewoon op en top circulair was en niet duurder was. De doelstelling was gewoon het meest circulaire bedrijfsgebouw van Nederland neerzetten. Maar we zijn wel met partijen in zee gegaan die bijvoorbeeld allemaal een terugkoopgarantie afgaven. En die materialen inzetten die losmaakbaar zijn. Die ook echt in de keten terug te gebruiken zijn. Een vrij lage milieulast hebben. En ook partijen die gewoon passen bij jullie en bij ons als bouwer. Het gewoon keurig netjes binnen het traditionele budget gehouden. Ja, geopolymeer beton is eigenlijk hetzelfde als standaard beton. Alleen zit er geen cement meer in. Doordat er dus geen cement in zit. Hè, cement heeft de eigenschap dat hij krimp genereert. Mm-hmm. En omdat we geen cement hebben, hebben we dus geen krimp. Centrales zijn er op dit moment nog niet op uitgerust dat zij die chemicaliën, want die moet je in het proces in bijmengen. En omdat dat nu nog niet standaard is, moeten ze daar vergunningen voor aanvragen. Dus je moet daar al vrij snel mee om tafel met je betonleverancier om dat geregeld te krijgen. Plus ze kunnen nog niet heel veel beton per uur aan. Het feit dat je als leverancier ook je constructie terugneemt. En dat is misschien nu nog een wat onbekend ondergeschoven kindje. Maar uiteindelijk maakt dat een product wel of niet circulair. Je krijgt hier een terugkoopgarantie. Een soort foutje van stel jij wil je pand na 10 jaar om welke reden dan ook. Moet jij je pand demonteren. Of verplaatsen of gewoon netjes demonteren en geen nieuw pand weer op willen zetten. Dan halen wij onze staalconstructie op. Of wij kopen hem eigenlijk terug. Dus het is niet alleen ophalen. Dat is voor ons goed te doen. Maar wij tonen eigenlijk ook het lef door te zeggen. Ja, maar dan krijg je ook echt serieus je geld voor weer. Nou heb je ook niet meer de angst van. Ja, maar ik doe langer over monteren. Dus je kunt ook grotere klussen aannemen nu. Waarvan je weet, ja, de montagesnelheid is gewoon hetzelfde en misschien straks nog wel sneller. Het begint eigenlijk allemaal met die vraag stellen: kunnen we wat met elkaar doen?